Zo, oké, wacht. Huh? Hier klopt iets niet, toch? Huh? Waarschijnlijk snap je er nu helemaal geen reet van dat ik hier nu zit. Want dit was inderdaad het weekend dat ik samen met Koen naar Stoke zou vliegen om de wedstrijd Stoke City. Ik ben altijd in de war met Blackburn en Birmingham door Milo. Blackburn en Birmingham stonden dezelfde club. Huh? Is het tegen Blackburn? Dat bestaat helemaal niet meer. Stoke City Blackburn te gaan kijken en even op bezoek te gaan bij onze maat Wouter Burger. Dat zou toch vandaag gebeuren? Dat klopt inderdaad. Maar helaas stond ik net om 10 uur op Schiphol te wachten tot die Koen kwam die nooit kwam opdagen. 36.000 keer gebeld. Ik sta daar bij die poortjes. Hij komt niet opdagen. Het hele weekend is in de soep gevallen. En nu zit ik hier. Maar inderdaad, dus makkelijk scoren misschien. Maar had er op zich wel een goede reden voor. Hij had zich verslapen. Nu komt de grap of niet? Of nee, is het echt. Echt zo? Ja? Ja. Sorry Wouter, als je dit ziet, we komen nog een keer langs. Nou goed, inmiddels is het weer goed tussen ons. We hebben het uitgepraat. Iets waar sommige buren in Nederland misschien iets minder goed in zijn. En daar gaan we vandaag weer lekker naar kijken. Ik heb nu toch niks te doen het hele weekend. Ha, lekker, we beginnen weer. Ik ben onderweg naar het zuiden des lands. Naar Landgraaf, om precies te zijn. Landgraaf? Dat is toch wat Pinkpop gehouden wordt? Ken je dat filmpje van Justin Bieber die dan daar is? I don't know exactly where we are. Mongraaf? Who's from Mongraaf? Here. Ja. Dat is een heel mooi verhaal. Want Sidalia komt namelijk van het bloemeneiland Madeira. En daarom is ze heel erg fan van Cristiano Ronaldo. Dus ze is gek op bloemen en planten en dus gek op tuinieren. Oké, Sidalia, voor het openingshot kun je even wat tuinieren, omdat dat natuurlijk je hobby is. Ja, maar waar moet ik dan heen? Ja, we hebben hem wel. Ik vind jou niet slecht, maar jij als cameraman moet nog heel veel leren. De buurvrouw gooit dagelijks Emma met chemicaliën in mijn haar. En dat vind ik verschrikkelijk en dat hoort toch niet? Hallo Vita. Het is erger geworden vanaf dat mijn buurvrouw wordt constant leugenaar genoemd. En dat vind ik niet fijn, dat doet mij heel zeer. Daardoor heb ik de kamer met mijn kinderen overgelegd dat mijn kinderen de kamer voor de voordeur. De buurvrouw in kwestie, Bianca, die vandaag wordt bijgestaan door haar vriend Lei, is zich van geen kwaad bewust. Lei. Oké, ze geeft zo, in de... Zo. Oh. Mag ik even kotsen? Nee. Kijk hoe ze ook allebei in koor even likken. Gadverdamme. Echt allebei tegelijk, jongen. Dit is een fotofinish! Een fotofinish! Ja, en dan is het nu tijd voor de kus. En begin maar. Ja, we hebben hem wel. Top. We hebben hem wel hoor. We hebben hem wel. Ja, dit gaat nog wel even duren volgens mij. Dus in de tussentijd heb ik wat anders moois voor jullie. Deze video wordt namelijk gesponsord door Revolut. Revolut is een mobiele bank met meer dan 35 miljoen gebruikers, waaronder me. Je kunt Revolut downloaden via de link in de beschrijving en dan krijg je meteen 20 euro startegoed. En als je aanmeldt, doe je ook meteen mee aan de giveaway voor 1000 euro. Zoals je ziet heb ik een mooie gepersonaliseerde Revolut kaart. Dit kun je doen als je een betaald abonnement hebt, wat ik heb. Dat hoef je niet te doen per se. Is een leuke toevoeging. Je hoeft trouwens niet per se een fysieke pas aan te vragen. Je kan ook alleen virtuele pas aanvragen, waarmee je meteen direct online kan betalen. Zeer handig. Verder heb je in de app handige financiële functies, waaronder het budgetteren, waardoor je zelf limieten op kan stellen in bepaalde categorieën zoals FIFA-punten. En ik ga zelf dus best vaak naar het buitenland. En het handige van Revolut is dat je je euro's kan omzetten naar 30 andere valuta's, waaronder naar de ponden, wat ik zojuist heb gedaan. Bedankt Koen. Maar het voordeel is dat omzetten kosten me geen geld, want tussen maandag en vrijdag is het omzetten van euro naar een andere valuta helemaal gratis. Tot slot biedt Revolut kortingen en cashbacks op jouw favoriete merken bij je volgende aankoop. Dus check dat vooral, bijvoorbeeld Adidas of New Balance. Dus download de app, is helemaal gratis. Open een rekening, is ook helemaal gratis. En daarmee krijg je meteen 20 euro. En sommigen van jullie maken zelfs kans op 1000 euro cash meteen op die rekening. Link in de bio. En dan gaan we nu verder met... Ja, leuk. Dat is mijn tuin. Ik hou daarvan. Tuneer ik van gesommel. Ik hou daarvan. Ze heeft juist 24 kevers en 8 pissebedden vermoord. Ik poets hier iedere dag omdat mijn huis schoon moet zijn. Ik heb dieren en er is gewoon veel fris goud. En mijn sopje wat ik dan heb, gooi ik bij de haag neer. Waarom zou je dat doen? Gooi die sop lekker in de gootsteen waar die voor gemaakt is. Waarom zou je dat in de tuin flikkeren? Dit is mijn sopje, kijk maar. Daar zit niks chemisch in. Het is gewoon klinklare onzin. Ja, er zit niks chemisch in een sopje. Zitten er chemische stoffen in schoonmaakmiddel? In alles reinigen zitten verschillende chemische stoffen. In mijn sopje zit niks chemisch. Nul. Klinkt klare onzin dat ik de haak vergiftig. Klaar. Ik zweer dat ik geen chemische rotzooi in de haak gooi. Nou, ik zag je toch doen. Dat verzint zij in haar hoofd. Klaar. Ja. Je hebt
dit net gedaan? Je hebt het net gedaan! Staat toch op film? Ik zweer dat ik geen chemische rotzooi en naar haar gooi. Komt hij op de tv? Ik zweer dat ik witte tegels kutbeesten vind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar deze mensen snappen toch wel wat een camera is, wat je daarmee kan en wat er dan gebeurt. Hey meisje, heb je plannen vannacht? Wil je mee op... Wat een mooie tuin. Ik vind het... Ja. Oh, dankjewel. Oh, er zit er nog één. Ik vind het oprecht een keurige tuin voor een tuin uit dit programma. Mijn buurvrouw gooit sop met vergif in de haag en dan gaat steeds kapot. Oh ja, ik zie dat inderdaad dat die aan de onderkant een stukje kaler is. Jazeker. Dat is normaal nooit zo'n probleem, maar... Ja, dus en... Ja, ja. Ik heb bij dat gedaan... Is die van de buurvrouw? Nou, dat weet ik niet. Maar het is alleen maar voor een beetje de privacy, een beetje voor de takken. Ja, ik heb het een beetje gedaan om een beetje te... Ja, zij is vast heel gezellig op feestjes. En die heeft een camera op u gericht? Ja, maar mijn buurvrouw heeft ook eentje in haar ramen, zoals je ziet. Ik zou je wat vertellen. Ik moet heel goed opletten. Heeft u buren die niet kijken, ga naar ze toe. Zeg ze dat ze de televisie moeten aanzetten nu. Oh ja, zo'n middelvinger. Elke dag. Elke dag? Ik heb meer dan 20, 40 filmpjes van. Dat meent u niet. Oh, hier steekt hij zijn tong uit. Ja. Dat is puur pesterij. Ja, tuurlijk. Zijn er nog meer dingen die ik moet weten? Ja, dat ze mijn buurvrouw af en toe de lieve bevrijden. De ramen open, sta je hier lekker in de tuin, je hoort van alle... Geluiden. U bedoelt intieme geluiden? Zeker. Ze zijn hun lekker seks aan het doen en dan zit je hier met bezoek. Ramen omkiepen en dan hoor je alle twee maar lekker even... Geluid maar. Ook dat nog dus. Wat doet de hele situatie met u? Dit is mij alles kapot. De verdriet, die beheerst je al dagelijks uren constant. Hey, maar kom op zeg, hallo, wat voor problemen hebben we nu in de wereld? En er zijn wat miepen omdat iemand... Sop bij je haar gooit, die aan de onderkant wat droog is geworden en omdat ze veel neuken. Sorry, maar volgens mij is ze gewoon jaloers. Ik namelijk wel 3 keer per dag neuken op je oude dag. Heerlijk, ik zou ervoor tekenen. Ik zou voor 1 keer dat tekenen. Ik ben overigens wel benieuwd wat zij dan fout doet. Want meestal wordt er op het begin al wat modder gegooid. Zij doet vooralsnog helemaal niks verkeerd. Wat een verhaal. En tot overmaat van ramp moet Sidalia dus ook nog verplicht meegenieten van de seksuele escapades van de buren. En we weten allemaal, seks is leuk, maar alleen als je zelf mee mag doen. Maar goed, Oneens. Ja, midden op de dag. Voor hetzelfde geld zijn ze iets anders aan het doen. Hoi. Midden op de dag. Voor hetzelfde geld zijn ze iets anders aan het doen. Griep. Hey! Goedemiddag. 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 Bianca. Bianca. En mij. Dus ik had het zo vermoeden. Wat is dit voor stijl, joh? Ze zijn wel goed op elkaar ingespeeld. Eerst dat linkje al en nu gewoon dit. Bianca. En mij. Ja, leuk jullie te leren kennen. Veel over jullie gehoord, zeggen ze dan. Ja, dat ook. Ja. En niet allemaal goed, helaas. Helaas, niet allemaal goed. Ja, dat klopt. Zullen we eens even kletsen over wat er toch allemaal aan de hand is met... De buurvrouw? Ja, dat zou ik zeggen. Kom rustig naar binnen. Ja. Zullen we anders gelijk even doorlopen naar jullie kant van de Haag? Dat is goed. Geen probleem. Ik dweil iedere dag mijn huis en de ene keer gooi ik het in het putje en de andere keer doe ik het bij de Haag. Oh, je hebt dus wel een putje! Het is biologisch afbreekbaar. Het staat ook op de fles. Ik wilde zeggen. Op zich countert zij hier mijn verweer dat gewoon schoonmaakmiddel tering chemisch is. Maar ik zet hem op pauze en het eerste wat ik hier zie staan is veroorzaakt ernstige oogirritatie. Dat zal wel niet zo heel lekker zijn ook voor de plantjes. Maar goed, biologisch afbreekbaar wil zeggen dat iets op natuurlijke wijze afgebroken kan worden door schimmels en bacteriën. Het zegt niets over de snelheid waarmee dit gebeurt en onder welke omstandigheden. Je mag ze daarom ook niet zomaar in de GFT bakken of in de natuur gooien. En hoe vermeen je dat wij op 8 liter emmertje, hoeveel dat wij daarvan daarin gooien? Ik heb geen idee. Nog niet eens een heel dopje. Niet eens een heel dopje. Maar ik zie nergens dat het biologisch afbreekbaar is. Ja, dat hebben ze ons gezegd. Dat is ons gezegd. Ah joh! Het staat ook op de fles. Wat is dat nou? Het zou me oprecht niet verbazen als deze mensen gewoon niet kunnen lezen. Ja, dat hebben ze ons gezegd. Want zelf even op de fles kijken, ja, dat zit er niet in. Wij zijn passief, wij zeggen niks, wij dagen haar niet uit. Nee. We lopen aan haar voorbij of dat het lucht is, want dat is het enige wat wij kunnen doen. Ja, we lopen haar voorbij. Ik heb dingen gezien en die moet ik toch met je bespreken, Lei. Doe het. Want daar ben ik ook van geschokt. Dat jij met opgestoken middelvinger voor de deur langs loopt.
Klopt. Wij zijn passief. Dat je met je tong uit je mond. Klopt. Wij dagen haar niet uit. Waarom doe je dat? Heel simpel, omdat zij het voor mij doet. Zij loopt bij mij voorbij, steekt me de vinger op. U zei wat tegen mij. U zei ook wat tegen mij. Ja. Dit is mijn slaapkamer en ik heb camera's opgehangen, zodat ik de buurvrouw kan zien dat ze me past. Oh. Joehoe. Het is allemaal wel schokkend, hè? Sexybuurvrouw.com is echt geen. Je gaat er niet een camera in iemands tuin zetten? In iemands eigen tuin? What the fuck? Dat is echt raar, man. Het ging zich erom om haar te kunnen betrappen van het koffie gooien, want daar ging het zich om. Koffie gooien? Daar heeft ze overal gegooid. En daar is het groen. Langs de rand is het groen. En dat is van de koffie. Ja, langs de rand is het groen van de koffie. Ja, ja. Misschien weten die mensen niet dat als water gewoon stilstaat, dan met een beetje algen en zo vorming, dan wordt het wel snel groen. En niet door een kop koffie dat het helemaal uniform over het dak van je tent helemaal groen wordt. Overal precies hetzelfde. Dat lijkt me een sterk verhaal. Deze mensen weten gewoon letterlijk alleen hoe je naar de Lidl moet lopen. En daar liggen dan for some reason allemaal spullen die je nodig hebt om te overleven. En voor de rest snappen ze gewoon geen ene reet van hoe de aarde werkt. Jullie zeggen dus dat ze dit vaker doen. Ja. Zeker 40 keer. 40 keer! Het had echt lang geduurd voordat ik de juiste positie heb gevonden met de camera, zodat ik haar erop kreeg. Maar vanaf waar heb je haar hier gefilmd? Van bij mij thuis. Ja, want jij woont hier niet. Nee. Twee woningen verder. Maar die staat dan inderdaad gericht op de achtergevel van de buurvrouw. Hoofdzakelijk op de achtergevel van Bianca. Volgens de buren heeft u een keertje koffie op hun partytent gegooid. Een keertje, 40 keer zei hij. Dat is niet waar. Dat kan toch niet? Absoluut niet. Dat... Nooit gebeurd? Nee. Nee. Alsjeblieft. Oh, nu komt het bewijs. Oh, nu is het een lul. Maar dan hangt ze dus uit de slaapkamer aan. Ja. Ze komt eerst naar buiten. Ze gaat kijken of de kust veilig is. Dan gaat ze terug naar binnen, pakt haar koffie, komt terug naar buiten. Kijkt weer 2 tot 3 keer, hangt zich ook nog eens uit het venster. Maar nou ben ik heel benieuwd. Oh. Nee. Ze doet het gewoon. Ja. Wat een trotse rechercheur. 35.000 keer geprobeerd het juiste shot te krijgen. Stel je hebt 40 keer nodig om dit op camera te vangen. En uiteindelijk bleek het juiste shot te zijn. Het shot waarop je gewoon de tent filmde en het raam. Jij als cameraman moet nog heel veel leren. Ik heb geen koffie gegooid. Nee. Je hebt geen koffie gegooid. Nee, water. Ik moet zeggen, als je kijkt in de reflectie, lijkt het ook wel daadwerkelijk water te zijn en geen koffie. Maar waarom zou je dat dan doen? Omdat ik vermoed dat ik gefilmd word. Dus u voelde zich bespied door de camera van de vriend van de buurvrouw? Ja. En u dacht, ik ga eens testen of het een echte camera is? Juist. Ik moet nog één iets bespreken met jullie. Niet. Geweldig, vertel, kom, laat gaan. Zij zegt dat jullie... Ja, ik ben er bijna jaloers op. ...regelmatig actief zijn in de slaapkamer en dat allemaal heel hard doen met het raam open. Ik heb het gezegd. Luister, heel simpel. Wij hebben geen ruwe en geweldige seks. Huh? Wij doen alsof. En de prijs voor beste grap van 2023 gaat naar... Lei, het zijn grap waarin hij doet alsof hij seks heeft. Schatje. Dieper. Laat gaan. Dieper. Ja, ik kom. Waarom is Limburg zo mooi? Dieper. Zet hem op een P en spuit me vol. Vanavond ga ik even naar mijn bol. Deze hem op een P en spuit me vol. Dan maak je dus de geluiden alsof je echt... bezig bent. Als zij het niet kan waarderen... Dat seks lekker is. En ook wel sluitruchtig kan zijn. Sorry. Duw jezelf een kussen in de mond. Bianca en Lijn, jullie staan al te wachten. In de regen. Ik dacht dat het in het zuiden altijd droog was. Nou, niet vandaag. Ik haal de buurvrouw erbij. Daar heb ik ook echt zin in. Begroeten we elkaar nog? Hoi. 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 Ze kan zo goed liegen dat ze bij Landgraaf in de toneelschool kan zitten. Gegarandeerd krijgt ze een aanstelling. Maar ergens... Ergens staat hij. Hij gooit al zijn emotes er weer uit. Net als Fortnite, die 6 van die emotes en die spamt hij dan. Maar jullie schelden ook terug? Nee, ik scheld pas terug als ze mij uitschelden, anders niet. Ja, maar dan scheld je dus wel. Ik reageer. Ja, maar dan scheld je dus wel. Nee. Maar dan scheld je dus wel. Dan scheld je dus wel. Het is goed, wij staan te jokken. Zij en die maar begrijpen jullie dat ik... Nee, ik ga naar binnen. Waarom, Bianca? Daarom. Bianca, kom alsjeblieft nee, even terug. Nee, ik kom niet terug. Ja. Nee, ik ga niet naar buiten. Kijk eens hoe ga. Ik ga niet meer.
hier naar buiten. Ze is een liegen, ze is een bedrieger, ze is een 14 jaar mij de pipi uit te drangen. Ik ga niet meer naar buiten. Ik zou je zoveel willen vragen. Is dat je vriendje of je vader? Zou jullie dan iets kunnen doen? Een geluid. Ik moet me even concentreren. Hij schaamde zich echt kapot. Ja, hij had knalrode wangen. Hij had het zweet boven zijn wenkbrauwen staan. Ik denk dat hij dat speelt, hoor. Omdat Victor echt niet durfde om geluiden te maken, heb ik het maar even van hem overgenomen. Dit is de geluid wat je hoort. En dat soms haar dan. Ja, u heeft het ook gehoord. Ik heb het ook gehoord, en ook als kind toen ik hier woonde. Victor, ik heb het al gehoord. Genoeg over seks. We gaan het hebben over antiek. Die vrouw heeft een uitstraling. Die breekt bij mij alle slotjes die ik erop heb zitten voor tegen te gaan dat ik een op het gezicht sla. Breekt die open alleen door haar. Vieze, smerige achterwaarts aanhouding. U heeft emmertje sop met een poetsmiddel en dat gooit u in de tuin. Waarom? Eigenlijk heel simpel. Wij hebben dat van oudsher geleerd gekregen. Ja, dat slaat toch nergens op, man? Als heel Nederland zijn emmertje sop buiten in de grond gaat gooien. Dat is toch niet goed? Sorry dat ik het zeg, maar wij hebben ernaar gevraagd. En wij kregen echt op het request heel simpel. Nee, jongens, dat is biologisch afbreekbaar. Dat... Ja, maar waarom zou je het dan doen? Je snapt er echt geen kloten van. Bent u er klaar voor? Ja. Kijk maar waar langs wij die hoogte stoppen wijken. Wie is dit? Zie je? Dat is echt een goede armoede, denk ik. Hè? Nou, dat is een duidelijke mening. Ja. Kijk eens, na een uurtje rijden komen wij weer lekker terug hier in ons huisje. Gelijk even roomservice besteld. Lekker kipnuggets met mayo. Nou. Yo! Geweldig. Ik word er eigenlijk heel verdrietig van, meester Visser, als ik hier naar kijk. Want dit is een beetje hoe het nu verworden is. Ja, kinderachtig. En als dat werkelijk zou zijn dat ik seks heb en je sluit ruchtig, hebben wij seks omdat we ervoor genieten. Ja. Daar laat ik me niet in. Ho, zeg maar, begin meteen. Ho, 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 ho. Hallo. Dan sluit ik de hoorzitting. Wat een nietsige kuthoorzitting is dit, joh. Uitspraak in de zaak van Sidalia tegen Bianca en Leij. Vooropgesteld moet worden dat het uitgieten van afvalwater in de bodem verboden is. Kijk. Ophouden. Mag niet. Niet aannemelijk is geworden dat de in deze procedure bedoelde Haag door dat sop is beschadigd. Ga je nou normaal praten? Ai joh, alsof die chick weet wat dit allemaal betekent, man. Ah, jammer, begrijp je er zelf ook geen reet van. Beide partijen moeten met ingang van vandaag een taalkursus krijgen. Want ik heb er geen reet van verstaan van wat ze allemaal zeiden. Wat een ongedierte van de maatschappij dit. Ik ga lekker in mijn grachtenpand het NRC lezen. Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Jammer dat ik met dit hamertje op dit domme kaasplankje moet slaan, want het liefst deed ik dat op het hoofd van Leij. Domme kabouter. Dank u wel. Wat vinden jullie van de uitspraak? Reëel. Ik vind ze reëel. Wat was dit weer? Bizar nutteloos. Zit een geintje, jongens? Oké, dan zijn we weg hier.